Heracles en Leuven, twee ploegen die dit seizoen niet aan een volle start hebben genomen. Maar stilaan is Heracles op volle snelheid. Het begint ook goed aan de wedstrijd. Harde bal in de cirkel. En Willem Thomas weet uiteindelijk Heracles al vroeg in de wedstrijd de voorsprong te brengen. Harde bal van Cecilio. En dan Thomas, die raakt hem onderweg nog heel even. En op die manier 1-0. Leuven heeft vooral lastig, heel wat blessures. En dan de aanval van Heracles. Met Igo. Knappe dribbel. Wordt al aangeraakt. Strafcorner. Bewuste fout in de 23. Foutje van Lum. En dan aan de kop van de cirkel. Maken ze zich klaar met Mondo. Die gaat hard slepen. En dan passeert die Carr. En op die manier 2-0. Nog 6 minuten te gaan in het eerste kwart. Goeie sleep van de Italiaan Manuel Mondo. Ook niet de beste uitgelopen. En dan Carr. Nou, laat die bal dan komen. Zijn kant. Maar wel geklopt. 2-0. Dan nog altijd in dat eerste kwart. Een versnelling van Heracles, van Dessel. De bal tot bij de Kerpel. Harde voorzet. En dan opnieuw een strafcorner. Afgedwongen door Dylan Thomas, de Nieuw-Zeelander. Een voorlopig efficiënte corner bij Heracles. Daar is de Kerpel. De Keusters die hem kan gaan afmaken. Nee, vindt dan de voet van Santana. Strafbal. Had misschien wel mogen afwerken, Amory Keusters. Geeft in ieder geval de Kerpel nog een kans. 1 tegen 1 met Carr. En die scoort en op die manier 3-0. Op het einde van het eerste kwart 3-0. Ja, en dan zal Leuven toch echt fameus uit zijn pijp moeten komen. Als ze hier nog wat kunnen of willen gaan doen. Hier. Over de scheenbescherming. Santana, bal achteruit. Dryden. Nieuwcic weer tot bij Santana. Kan er niet bij. Oei, dan komt de bal in de stick van Van Dessel. Gaat 1-op-1 met Santana. Van Dessel gaat er voorbij. Terugliggen. Keuster scoort. Dan heeft hij toch zijn doelpunt te pakken. 4-0 voor Heracles. De vreugde bij de Heraclianen. En het draait compleet vierkant bij Leuven. Santana, toch een ervaren man. Moet die bal daar misschien gewoon laten lopen in plaats van die nog te willen controleren. Keusters profiteert. Tweede helft ondertussen met Van Dessel. Geweldige dribbel met Arno van Dessel in het spelen. Dan komt de bal bij Thomas. Keusters, de redding van Carr. En Keusters in de herneming. Zo wordt het 5-0. Amory Keusters, uitstekende wedstrijd aan het spelen. Alle tegenwoordig. En dan Van Dessel, een van zijn flitsen. Zeker niet voortdurend. Kiest zijn momenten. Misschien nog wel beter dan in het verleden. 5-0. Igo vindt nog de voet van Bryden. En opnieuw een strafcorner. Ja, Heracles vandaag bijzonder efficiënt op de strafcorner. Bijna alles gaat binnen. De bal komt bij de Kerpel. Die sleept hem. En ook hij scoort. Keusters kan er net niet meer bij. Maar hij gaat al rechtstreeks binnen. En zo wordt het echt wel een ruime 6-0. Nog eens kijken. Ja, Carr gaat met de voet. Kan er niet bij. En op die manier ook de Kerpel met zijn tweede. Ja, Leuven. Komt nauwelijks in de zone van de waarheid. Maar dan toch een bewuste bal over de achterlijn van deze man, Verdussen. Afgedwongen door de jonge Elliot Bremers. Mucic kan gaan slepen en scoort. Oh. Niet de best verdedigd door Heracles, maar Mario Mucic. Hij redt dan toch de eer van Leuven dat er vandaag echt niet aan de pas komt. Kijk hier. Het opzij stappen van Donk en dan Cecilio. Die duikt ook. En geven ze eigenlijk een beetje dat doelpunt aan Leuven. En op die manier 6-1. Nog 10 minuten te gaan. Heracles gewoon op zoek naar meer doelpunten. 3 punten al lang binnen. Bal komt in de cirkel en dan gaat hij op het lichaam van Divorra. En opnieuw een strafcorner. Ja, alles zit ook wel tegen bij Leuven. Dat echt een snertwedstrijd aan het spelen is. En Divorra krijgt hem ook op het lichaam. Opnieuw dus een strafcorner. Dan niet de best gestopt door Igo. Rondspelen, Muir tot bij Van Dessel. Kan nog eens naar de achterlijn voorbrengen. Daar is de Kerpel. En hij zorgt nog voor de 7-1. Aangeven van Dylan Thomas. 7-1. Ja, dan gaat er eens een corner niet goed bij Heracles. Weten ze toch nog te scoren. En de Kerpel aan het juichen. Nog eens kijken. Hier gaat het niet goed. Igo laat die bal lopen. Er zit daar misschien wel een blok op Bryden. Dan zie ik nu pas. Maar goed, daar wordt geen fout voor gefloten en dan spelen ze rustig verder. Thomas, de Kerpel duikt naar de eerste paal en duwt hem binnen. En zo 7-1 overwinning. Man van de match is deze Amory Keusters. De 3 punten blijven uiteraard in Lier na een klinkende overwinning tegen Leuven. Dat zich dringend moet gaan herpakken.